Ik heb een paar stellingen voor Cora van Nieuwenhuizen waar ik een korte reactie op zou willen graag. Ik droomde al jaren van minister worden. Nee. Nee? Van een glazen plafond heb ik nooit iets gemerkt. Nee. Achteraf gezien hadden we de stint nooit toe moeten laten op de weg. Ja. We hadden hem wel toe moeten laten. Nee, nou, ik bedoel dat ik het mee eens ben. Met we hadden hem nooit toe moeten laten. Ja. Goed. Ik heb ook wel eens mobiel gebeld op de fiets. Nee. In de auto? Nooit gefietst misschien. Ik fiets weinig. Ja. Alles in de auto. Nee. Nou, dat kun je niet meer zeggen als minister. Hè, dat gedaan heb. In de auto wel handsfree. Bellen. Oh ja. Ja. De motor? Nee, dat is dus geen doen op de motor bellen. Dat, ook met de rijwind zou het niet lukken. Nee. Schiphol gaat groeien en Eindhoven Airport ook. Dat is maar de vraag. Er loopt in beide lopen er nog discussies. Daar gaan we het straks ook nog even over hebben. Vandaag is maar één ding echt spannend. Feyenoord tegen Vitesse. Dat is niet spannend, dan gaat Feyenoord doen. Dat is helemaal niet spannend. Op de eerste beste zonnige dag klim ik weer op de motor. Ja. Dat gaat gebeuren, hè? Ja. Is het nog niet gebeurd? We hadden al wat zonnige dagen. Ja, nee, maar dat is nog niet gebeurd. Je moet ook maar de tijd hebben. Ja, wat een carrière. Cora van Nieuwenhuizen van de gemeenteraad van Oosterwijk, via Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten naar de Tweede Kamer, naar het Europees Parlement en nu dus minister van Infrastructuur en Waterstaat. Een paar beelden uit een glanzende politieke carrière. De provincie raakt waarschijnlijk voor de derde keer in korte tijd een gedeputeerde kwijt. Cora van Nieuwenhuizen, nu gedeputeerde van Verkeer in Brabant, staat op een verkiesbare 16e plek op de VVD-kandidatenlijst voor de Tweede Kamer. Dat heeft ze vandaag bekendgemaakt. Mijn naam is Cora van Nieuwenhuizen, ik ben 50 jaar, ik woon in Oosterwijk en ik ga voor de VVD naar Europa. Ik weet niet wie het is. Nou, dat zal ik me even voorstellen. Cora van Nieuwenhuizen uit Oosterwijk. Hier is een top talent. De minister van Infrastructuur en Waterstaat, mevrouw van Nieuwenhuizen-Wijbenga. Dat verklaar en beloof ik. 3, 2, 1. Ja, dat was een Brabantse optreden, hè, bij Uden langs de snelweg. Ja. Zonnepanelen, ja, dat hoort er ook bij, hè, een beetje lintjes knippen en zo. Ja, nou ja, als er mooie projecten zoals dit van start kunnen gaan, is het natuurlijk leuk om daar bij aanwezig te kunnen zijn en mensen ook de complimenten te kunnen geven die ze verdienen. Hè? Want dit was ook echt wel een project waar mensen hun nek voor uitgestoken hebben om die geluidswering te maken die ook tegelijk zonne-energie opwekt. Ja. Dat is een hele mooie combi. Hier heeft het dus allemaal toe geleid tot een stekker langs de A50 in Uden. Het begon allemaal begin jaren 90. Je kwam in Oosterwijk wonen met je toenmalige man. Ja. En je denkt, ik moet die mensen een beetje leren kennen. En toen zag je een advertentie in het Kerkklokje, het plaatselijke krantje daar. Ja, klopt. Wat stond erin? Nou ja, er stond gewoon iets in van de VVD vergaderd in het raadhuis op die en die datum. En nou, iedereen is welkom en de koffie staat klaar. Ze dacht, nou ja, ik voelde me altijd al wel VVD'er. Dus ik dacht, ik ga eens kijken wat het voor mensen zijn. En ik geloof dat ik 2 maanden later als burgercommissielid... echt gekozen raadslid, maar als burgercommissielid mee ging praten destijds in de commissie Welzijn, Zorg en Sport of zoiets heette het. En ik blijf dan maar denken, stel nou dat je die advertentie niet gezien had of iets anders van de plattelandsvrouw of zo, wat zou er dan gebeurd zijn? Ja, dat zullen we nooit weten, maar gelukkig is het wel gebeurd. En, ja. Want ik vond meteen hartstikke interessant. En het was overigens ook, kan ik het iedereen aanraden, een fantastische manier om je nieuwe gemeente te leren kennen. Want je ziet alles voorbij komen. Je leert meteen ontzettend veel mensen kennen. Want je hebt lang in die gemeenteraad gezeten, hè? Ja, ik heb het uiteindelijk 7 jaar gedaan. Ja. Ja. En daarna naar Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten. Het ging heel snel. Ja. Nog een beetje wat Nico net zei. Een bescheiden mevrouw zagen we toen als gedeputeerde. Ik hoop dat ik nog steeds wel een beetje bescheiden ben. Maar, ja, maar er is wel iets veranderd. Ja. Kun je vertellen wat? Wat heb je geleerd in de politiek? Ik denk dat politiek is natuurlijk ook gewoon een vak. En door het, zoals het met alles is, het bekende 10.000 uren verhaal. Iets wat je vaker doet, dat gaat je steeds beter af. Heb je meer lef gekregen? Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Als je gewoon toch vaker, dan denk je van jezelf, ben je misschien wat meer bescheiden. Maar als anderen dan toch zeggen, ja, dat deed je hartstikke goed. Mm. Op een gegeven moment denk je, nou, het gaat ook eigenlijk best wel goed. En dan ga je gewoon... Je gaat er zelf in geloven. Dan ga je gewoon een stap verder. En je ziet het natuurlijk ook. Het is leuk als je ook resultaten haalt. En dat geeft ook dat zelfvertrouwen wel natuurlijk. Heb je dat als acteur ook? Dat je op die manier bevestigd wordt en groeit, Marcel? Ja, zeker.
Was jij in het begin ook een bescheiden jongetje? Ja, ik ben nog wel. Ik hoop dat ik ook nog bescheiden ben. Ja. Ik was vooral verlegen, dus ik heb iets moeten overwinnen om op dat toneel te staan. Maar dat toneel heb ik heel erg kunnen gebruiken om dingen uit te proberen die ik in het gewone leven niet durfde. Ja. Daarom heb ik het idee dat ik ook steeds minder behoefte heb om te acteren. Ja, hè? Dat dus... ik denk, ja, nou, ik heb het wel geleerd nu, weet je wel. Jij hebt ook moeten leren natuurlijk, Nico. We kennen jou als de Nestor van Provinciale Staten die het allemaal al weet. Maar ooit ben je ook begonnen. Ja, ik ben in 86 als gemeenteraadslid begonnen. In Rosmalen, daarna in Den Bosch. Mijn ervaring was een spreekbeurt van 5 minuten over de vleermuis. Dat was mijn ervaring. Toen hebben ze deze foto, gemaakt. Ja. Dat was in, ik schat 1990, denk ik. Ja. En hoe ging die toespraak, kort? Nou, in het begin regelafstand 1,5 groot lettertype letterlijk voorlezen. En dan duurt het een tijd voordat je dat papiertje af en toe durft weg te leggen. Dus ik zeg altijd tegen mensen, joh, gemeenteraadslid, je wordt er niet rijk van in dit land. Maar je doet voor je ontwikkeling ontzettend veel kennis op. Je leert allerlei vaardigheden. Ik denk dat Cora dat ook absoluut zal bevestigen. Ja, en die vaardigheden heb jij hard nodig, Cora, want je krijgt het nodig op je bordje. En daar wil ik het nu even over hebben. Ja. Bijvoorbeeld dat ongeluk in Os met de stint, waarbij 4 kinderen omkwamen. Je staat voor verkeersveiligheid in Nederland. Hoe hakte dat er bij jullie in op het ministerie? Ja, dat is verschrikkelijk natuurlijk. Want je ziet, nou ja, ook uit Provinciale Staten ken ik Wobine Buis nog. Ja. Burgemeester van Os. De burgemeester van Os was fractielid in mijn fractie toen ik daar fractievoorzitter was. Dus voordat we eigenlijk überhaupt wisten wat voor soort ongeluk het was, had ik haar al gebeld. En krijg je de eerste informatie. En als je dan hoort dat die kleine kindjes zijn omgekomen, dat is echt... Ja, dan voel je de rillingen door je lijf gaan. Ja. En dan naderhand komt er steeds meer informatie. Want aanvankelijk dachten we eigenlijk meer een spoorongeval. Ja. Maar de onderzoeken moeten allemaal nog komen. Maar het lijkt toch alles te maken te hebben met de veiligheid van de stint. Dat is ook daarna de discussie geworden. Je zei net al, eigenlijk had dat ding niet op de weg moeten rijden. Nou ja, als je de TNO-rapport ziet, hè, waar, dat vond ik ook wel een schok. We hadden natuurlijk vanuit de inspectie al signaleren gekregen dat er echt mankementen aan waren, waardoor je het niet op de weg zou moeten willen hebben. Dat was ook de reden voor mij om te zeggen, als dit zo is, dan moet je die stint ook niet meer op de weg willen hebben. En toen het TNO-onderzoek uitkwam waarin dat allemaal nagegaan is en dan vervolgens op de 6 cruciale factoren allemaal een rood sein komt in plaats van groen. Ja. Ja, dan blijkt ook echt wel dat het eerst verholpen moet worden. Maar dan ga je ook wel nadenken, waarom reed dat ding er dan? Ja, dat is ook zo. En wat is het antwoord daarop dan? Nou ja, dat het in de tijd dat het ding op de weg is gekomen, dat is eigenlijk begonnen met de Segway. En dat was een nieuw innovatief voertuig. En toen was de hele Kamer, want alle partijen hebben daarmee ingestemd, zat veel meer op het spoor van innovatie. Wij moeten dat ook mogelijk maken. En toen is er eigenlijk niet zozeer aan verkeersveiligheid gedacht. Maar dat is toch met de kennis van nu hartstikke stom. Ja, dat zegt ook de hele Kamer nu en wij ook. Dus vandaar dat ik ook pas een nieuw toelatingskader naar de Kamer heb gestuurd. Met nieuwe eisen waar die stints eerst aan moeten gaan voldoen voordat ze weer de weg op kunnen. Maar het was natuurlijk, voor dit doel was het natuurlijk ook, zou je nu niet meer zeggen met de kennis van achteraf, maar was het een ontzettend praktisch en fantastisch vervoersmiddel. Hè? Het was echt een oplossing voor maar het bleek dus op een noodlottige manier onveilig. Nee, precies, maar ik denk omdat het zo'n... dat het zo'n goede oplossing en zo'n mooi vervoersmiddel was, dat er wel toe heeft bijgedragen. Dat gaan we gewoon doen. Ja, dus ja, zijn kinderdagverblijven het ook massaal gaan gebruiken. Ja. Juist ook vanuit het oogpunt dat het verkeersveiliger zou zijn. Ja. Nou ja, goed, nu moeten we zorgen dat we het alsnog veilig krijgen. En daar zijn we hard mee bezig. Iets anders, wat je heel erg heeft beziggehouden sinds je aantreden, hè, het vliegveld Lelystad, maar... Ik wil het nu even hebben over Eindhoven Airport. Ja. Daar speelt die discussie ook. Je zei onlangs Schiphol mag groeien, zei je vrij ruimhartig. Zeg je dat ook over Eindhoven Airport? Nou, wat ik onlangs heb gezegd, dat is eigenlijk een beetje uit zijn verband getrokken in de Volkskrant. Want ik heb niet meer gezegd dan wat er in het regeerakkoord staat. En in het regeerakkoord staat dat Schiphol mag groeien als er ook hinderbeperking tegenover staat. Hè. Dat is het 50-50-principe na 2020. Als men niet meer herrie maakt. Ik heb niet meer... Nou, ja. Je moet bij mij komen wonen, ik woon in Amsterdam. Die vliegtuigen die daar nu de laatste dagen met die wind overheen komen, is niet te doen. Niet te doen? Is niet te doen. Elke 3 minuten...
Gaat er zo'n ding boven mijn dak heen, weet je wel? Omdat de wind verkeerd gaat. Dus jullie hebben het risico genomen om een baan te open te stellen die over de stad heen gaat. Ik begrijp niet hoe dat kan. Nou ja, er zijn in het verleden dus allerlei afspraken gemaakt. Ook over de vierde baanregel. Wanneer, juist om hinder te beperken, hè, zou er... Ja, maar omdat alles door moet gaan. Ja, nou ja, wij zijn de dupe. Wij wonen daar. Daarom ben ik ook nu met iedereen in gesprek. En ik denk dat de VVD daar heel goed over na moet denken. En niet alleen maar aan de economie. En dat doen we ook. Ja, dat vind ik niet. En gebeurt dat in Brabant? We hebben nog helemaal geen besluit genomen. Nee, maar maar alles wat ik hoor over klimaat en dingen zoals zo'n Dijkhoff... dat is toch echt... Dat kan toch helemaal niet? Wat zo'n man Dijkhoff zegt, we gaan de resultaten halen. Alleen we moeten het wel zorgen. Heeft hij dat nou gezegd? Dat we de resultaten gaan halen? Want dat zei hij eerder niet. Hij zegt steeds, we gaan gewoon onze ambitie... Die is precies hetzelfde. Maar jullie moeten samen gaan praten, denk ik. Want dat is zo'n zootje, vind ik, met de VVD. Nog heel even dan toch weer naar Brabant. Wel heel erg uit zijn verband getrokken. Ik ben een gewone burger van Nederland. Ik lees de krant, ik houd een beetje bij. En wat ik denk, waar zijn zij mee bezig? En dan ook met elkaar. En dan die enge Rutte die dan ook nog doet alsof hij een soort redder is. Dat soort kwalificaties, enge maar dat is, ik ben ook gewoon een burger. Dus dat mag je zeggen, maar ik mag het er ook mee oneens zijn. Tuurlijk, nee, je bent er mee oneens. Ik weet dat het geen engert is. Twee zinnen nu over Eindhoven Airport nog eventjes. Geldt daarvoor hetzelfde? Mogen die wat jou betreft ook groeien? Nou, ik denk dat juist Eindhoven Airport heb ik ook als proefvoorbeeld in werking gesteld. En juist daar kiezen we er ook voor om alle scenario's bespreekbaar te maken. Pieter van Geel is daar nu mee bezig. En van krimp tot groei, alles mag voorbij komen. Mensen mogen alles zeggen wat ze ervan vinden. De minister tot met kinderen. Zet nu een stapje en terug. We gaan voor... Mijn motto is, we gaan niet voor kwantiteit, maar we gaan voor kwaliteit. Ja, maar wat is kwaliteit? Wat is kwaliteit? Dat moet je met elkaar gaan bepalen. Ja. En daar zijn we mee bezig. Dat denk ik ook, zowel bij Eindhoven. Dus eind april krijg ik het advies van Pieter van Geel. Dan ga ik zien wat daar vanuit de bevolking is opgehaald. En dat doen we landelijk ook met de luchtvaartnota. Want dan ben ik ook in het hele land sessies aan het organiseren. Mensen kunnen ansichtkaartjes schrijven, beste Cora. Nou, daar schrijven ze heus niet allemaal complimentjes op, kan ik je melden. Nee. En dat is ook goed, want we moeten met elkaar die afweging maken. Je moet weer een balans zien te vinden. Ja, maar ik woon al heel lang in Amsterdam. En hoe vaak er al niet over Schiphol is gesproken. En elke keer, nee, het kan echt niet. En dan komt... We willen natuurlijk nog even over jouw voorstellen. Ja, ik ben er een jaar pas voor verantwoordelijk, dus geef me ook even de kans en de tijd. Ja, maar de VVD is al langer verantwoordelijk, dus hoort ook bij jou. Ook andere partijen zijn ermee bezig geweest. Dit hoort bij het ministerschap. Is het leuk, zeker, minister zijn? Tot slot. Ja. Toch wel. Je merkt dat het ertoe doet. Hè? En het gaat ergens over, dat is duidelijk. Of het maar er worden ook beslissingen genomen die heel fout zijn. En daar ben ik bang voor. Wat met name de VVD en nog wat andere partijen doen. Denk, oh my god. Ieder besluit wordt uiteindelijk goed op een democratische manier genomen. Daar zul je het misschien niet altijd mee eens zijn. Nee, maar dat zal ook nu moeten gebeuren. Ja, dat zeker. Ja.